Als je tegenwoordig naar de Vlaamse televisie kijkt, krijg je de indruk dat alle Vlamingen marginale, geobsedeerden of walgelijke perverten zijn die op consultatie komen bij de presentator. Volgens ons zijn het niet de praatgasten, maar precies die presentatoren die behoefte hebben aan therapie. Nu weten wij uit goede bron dat er zijn die ook effectief therapie volgen. Hoe zo'n sessie verloopt, weten we niet. Maar we vermoeden dat het ongeveer op deze manier gaat. Goedele. Ze hebben jou naar mij gestuurd, want je hebt een probleem. Ja, ik weet dat niet. Vraag je naar jou. Nou, laten we beginnen bij het begin. Wat betekent liefde voor jou? Dus dat is puur lichamelijk, dat is puur lichaam, dat is spiersamentrekkingen en dat is klaar. Ja. Dat is het probleem. Je verwart liefde met seks. Dus laten we het even over seks hebben. Waar ligt bij jou, Goedele, de grens? Ik wil die plas en poef vind ik nog oké. Alsjeblieft. Heb je dat wel eens geprobeerd? Nee, natuurlijk niet. Laat het over een andere boeg gooien. Wat is jouw frequentie? Ja, toch 5 op die avond. En dat elke dag van de week? Het zijn er 30 op een week. Ja, dat klopt. En wat doe je op zondag? Dat is de seksdag. Ik denk dat we kunnen gewagen goedelen van een verslaving. Nu moet ik in therapie? Ja, goedelen, ik denk dat de enige oplossing is. Kijk, je moet het zo bekijken. Liefde is meer dan seks alleen. Seks mag nooit een doel zijn op zich. Begrijp je? Ja, ja. En dat doe je... Ja, gewoon door samen te zijn, door samen te praten, door samen te wandelen. Door een gezellig avondje samen te organiseren. Hoe is het ideale avondje? Hoe begint dat? Ja, wat altijd werkt, is een dinertje bij kaarslicht. Ja? En dan? Ja, en dan heb je iets opgebouwd. Iets opgebouwd dat kan leiden tot iets moois. Zoals? De symbiose tussen man en vrouw. De eenwording. Zeg, een orale seks? Ja, dat kan eventueel ook, ja. Zalig. Probeer jezelf gewoon onder controle te houden. En als de postbode nou aanbelt met een pakje en een heel strakke stoemek aan en... Dan blijf je daar af. Nou, dit wordt een moeilijke bevalling. Goed, heb je tenminste iets bijgeleerd? Hoi, hoi. Morgen weer 5 keer.